Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vanochtend begon de dag zeer fraai op veel plaatsen. Met een klein beetje nevel waar de zon makkelijk doorheen scheen. Maar ook met frisse temperaturen. Want op een enkele plek kwam het zelfs tot vorst aan de grond. Lokaal tot min 3 graden op 10 centimeter hoogte. Op anderhalve meter hoogte, de normale waarnemhoogte, was van vorst nog geen sprake. En er waren ook gebieden, met name in het noorden en deels ook in het westen van het land, waar de dag met mist begon. Die nevel en mist zagen we geleidelijk aan oplossen. De laatste wolken in het noorden beginnen ook te verdwijnen. En dat betekent eigenlijk. Dat het op dit moment op de meeste plaatsen helder is. Dat blijft het ook wel. We hebben nog steeds invloed van een hoge drukgebied in onze omgeving. En de depressies zien we ten zuiden van ons en heel ver in het noorden. Maar we zien tegelijkertijd dat de luchtdruk langzaam maar zeker al wel wat aan het dalen is. Dat betekent in loop van morgen vooral veel sluierwolken. En dat betekent ook dat storingen langzaam maar zeker dichterbij kunnen komen. Want als we op maandag kijken, ja, dan zien we toch echt dat er een lage drukgebied met regen geleidelijk aan steeds dichterbij gaat komen. Maar dan is het weekend inmiddels voorbij. Vanavond prachtig weer. Het is helder. Het, geen wolkje aan de lucht. En een temperatuur van een graad of 12. In de nacht daalt de temperatuur verder. Gemiddeld tot een graad of 4. Op een enkele plek iets lager. En lokaal kan er dan weer wat nevel of een lage mistbank ontstaan. Maar de kans op mist is duidelijk minder groot dan de afgelopen nacht. Overigens net als de kans op voorstaande grond. Het is niet helemaal uitgesloten. Maar uh, op veel plaatsen zal het kwik toch ook aan de grond net boven nul blijven. Dan gaan we naar morgen. En dan zien we in eerste instantie. Veel zon met sluierwolken. In de loop van de dag van het zuiden uit wat meer wolken, met name in het zuidwesten, kunnen de zon een klein beetje hinderen. Maar in het algemeen is het toch nog altijd vrij zonnig en vrij hoge temperaturen: 18 tot 20 graden. Nou, die 18 tot 20 graden hebben we ook op zondag. Dan beginnen we de dag met wat wolkenvelden en eindigen we met veel zon. Als laatste ook in het zuidoosten van het land. En dan na het weekeinde wordt het inderdaad wisselvalliger. Maandag en dinsdag een toenemende kans op wat regen. Veel minder ruimte voor de zon sowieso. Maar het blijft zacht, want de temperatuur blijft op een graad of 18 liggen. Nou, dan de dagen die volgen, dan zien we de temperatuur na dinsdag wel weer wat terugzakken, uiteindelijk tot net onder de 15 graden. En zien we ook de minimumtemperaturen weer gaan dalen, maar dan hebben we het echt pas over eind volgende week en zeker niet eerder. Nou, wat neerslag betreft zit de piek rond de dinsdag, daarna is het even wat droger om na volgend weekend misschien weer een piek te geven. Maar ook daar moeten we dan wel denken aan een grote mate van onzekerheid. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.